Live Show. Welkom bij de Daily Business Boost. Mijn naam is Aramiek en ik neem je in deze show mee in mijn ondernemerswereld. En ik help jou door het delen van de beste tips en tricks om je business dagelijks te laten groeien. Vandaag is jouw tijd, dus let's get louder. Ja, een hele goede morgen. Hele goede morgen, Papa Jan. Goed dat je er ook bij bent. Heerlijk om iedere ochtend mijn ouders hier live te zien terwijl we ze aan het volgen zijn. Anyways, dankjewel dames en heren. Goedemorgen. Fijn dat jullie met z'n allen erbij zijn. Kom maar gezellig erbij, want vandaag is dag 3 eigenlijk van Back to Business. Want gisteren heb ik een opname gemaakt. Helaas is dat niet uitgezonden. Dus vandaag ga ik je weer 2 tips geven. Hoe je nou terug naar de business gaat. Hoe je back to business gaat. Hoe je ervoor gaat zorgen dat je deze week niet meteen van z'n vrij naar z'n 6 hoeft te gaan. Plus de verwachting moet hebben dat je meteen heel veel gaat doen. En plus dat je zelf gek maakt. Want als je naar buiten kijkt, is het het is nu al bijna 28 graden. Het is echt niet normaal hoe heerlijk het weer is. Dus ook dat je ook gaat genieten van je leven. Naast alles wat je aan het doen bent, oké? Dus kom maar gezellig erbij, alright guys. Want vandaag hebben we, even kijken, 126.469 downloads. Oh ja! Yeah. Fantastisch. Dankjewel, lieve podcastluisteraars. We hebben 126.469 downloads. Dankjewel voor iedere download. Betekent een ander hart wat geraakt wordt. Een ander hart wat gaat luisteren. Dus dankjewel dat je iedere dag hier luistert naar Passion, Purpose, Potential. Bij je eigen Daily Business Boost podcast. En dankjewel, lieve Chantal, dat je erbij bent. Goedemorgen, good morning, good morning, good morning. Nou, zoals je weet, gisteren heb ik iets anders gedaan dan hier live opname te doen. Namelijk, gisteren zijn we bezig geweest met de afsluitende training. Afsluitende celebration. Van onze geweldige groep Financial Implementation Programma Groep. Want dit is een kleine ondernemersgroep die heel intensief afgelopen 9 dagen heeft gewerkt aan hun eigen money mindset. Aan hun eigen passief inkomen imperium creëren. Aan hun eigen daadwerkelijk programma wat ervoor zorgt dat ze financieel vrij kunnen worden. En gisteren was de afsluitende training. En gisteren stond in het teken van, hey, kom alsof het over 5 jaar is. Dus doe alsof het 2028 is. Het was een geweldige, fantastische celebration. Laat ik even wat stukjes aan je laten zien. Zoals je altijd weet, ik deel graag wat in een andere training gebeurt. En hier heeft Elisabeth iets heel bijzonders meegenomen. Helemaal aan het begin van de training. Let op. Haar? Nou, dit is een koek die is mij verkocht als miljonairskoek. Als miljonairskoek, oké, okay, wauw. Omdat die heel machtig en heel rijk is. Oké. Okay. Qua smaak en qua gewicht ook, denk ik. Wauw. Ik weet niet wat er veel vet en zoet zit erin. Maar het leuke is, er staat op, handmade with love. Aha, wat en mooi. En het is inderdaad door iemand gebakken en ook in het kader van een goed doel. Zoals wij aan het einde van deze dag ook iets gaan vertellen over ons goede doel. Oh, goed zo. Wat, wil je daar al meteen iets over vertellen? Want we zijn live. Mensen kunnen nog iets doen daarmee? Ja, ze kunnen daar nog iets mee doen. Doe maar. Ondernemers in actie voor Jantje Beton heeft een inzamelingsactie op Facebook voor Jantje Beton. Heel goed. En als je Jantje Beton een goed hart toedraagt en je vindt onze tegenprestaties op social media leuk, doneer dan. En doe het lekker gul. Goed zo. Want Jantje Beton verdient het. Heel goed. En waar moet ze zijn? www.iets? Of moet ze naar je Facebook? Eerst zoeken ondernemers in actie voor Jantje Beton. En daar staat een post in met de link naar de inzamelingsactie. Oké. Okay, ja. Ja, dit was zo leuk. Dit was echt zo geweldig om deze ondernemers te zien. Dat die niet alleen aan zichzelf denken, maar ze denken ook dus aan een stichting, namelijk Jantje Beton. En ze zijn ook iedere dag daarmee bezig om daadwerkelijk mensen naartoe te halen. Want het is niet alleen maar dat je onderneemt voor jezelf, maar je onderneemt voor de gehele wereld. Nou, wat is er daarna gebeurd? Wat hebben we daarna gedaan? Even kijken of je dat goed kan zien. Even checken of ik je aan kan zetten. Luister naar de achtergrondmuziek. En daar is het gewoon allemaal ontzettend gaan groeien. Leef. Kan je wat meer vertellen over wat het is?
Ja, wat ze hier aan het doen zijn. We zijn allemaal stadia afgegaan van hoe zorg je nou dat je doelen bereikt? Hoe zorg je nou dat je op de juiste manier je doelen, financiële doelen, persoonlijke groeidoelen, hoe bereik je dat? Door als eerste doen alsof het al zo is. Dus zij zijn gaan vertellen hoe ze in 2028 succesvol zijn geweest. Dus over 5 jaar en dan anticiperen van wat heeft mij nu op dit moment succesvol gemaakt? Dat was de volgende fase waar ze mee bezig zijn gaan. En de video daarna zijn ze gaan kleuren. Zijn ze met beelden gaan werken. Beelden werken is fantastisch. Ze zijn een collage gaan maken. Ze zijn echt daadwerkelijk met een collage aan de gang gegaan van... Kijk hier, heb je Naima. Die gaat met een collage, dat is een miljonair is. Waar staat die voor? Dit staat in het bedrijf dat het in de eerste achter. Ah, beautiful. Wat mooi. Ga lekker door. Ray, wat heb je daar allemaal? Dingen opgeschreven van 2028. Waar ik er aan sta. Geweldig. Mooi, man. Gabrielle, volle zalen zie ik? Ja, volle zalen, ja. Ja. Oh, geweldig. Wat event. Ah, plaatsvinden, man. Zowel binnen als buiten. Mooi. Dus ze zijn aan de gang gegaan met het beeld. Van hoe ziet het er nou uit? Hoe ziet hun 2028 eruit? Met beeld, met cijfers, met getallen. Met concrete voorbeelden. Dus van eerst gaan praten erover. Zijn we beelden gaan maken. En die zijn ze later aan het eind van de avond gaan presenteren. Ieder voor zich. Ieder voor een eigen live audience. Echt, dit was zo'n mooie dag. Dit was zo geweldig. En volgens mij is dit Gabrielle die zegt... Ja, goedemorgen. Goedemorgen, lieve Gabrielle. Laat ons hieronder weten, Gabrielle. Ik ben je net aan het laten zien. Wat waren zoal je grootste inzichten? Laat ons weten, oké? Okay? Terwijl ik door de video's heen de war naar wat zijn we daarna gaan doen? Volgens mij zijn we daarna een cashflow game gaan spelen. Want ja, je kan me van alles nog wat zeggen dat je rijk bent. Je kan me van alles nog wat zeggen dat je rijke mindset hebt. Maar er is maar één spel op de wereld die ik ken. Dat ik zal laten zien of je rijk, of je met je mindset bezig bent of niet. Of je de juiste mindset aannemen in plaats van praten en over preken. En dat is cashflow game. En let op wat er gebeurde hier. Het was super leuk om te zien. Wat zijn jullie aan het spelen, dames? Elisabeth, wat zijn jullie aan het spelen? We zijn het cashflow game aan het spelen. Aha. Om uit de red race te komen en financieel vrij te worden. Oh, cool. Mooi. Dus niet hoeven werken voor geld. Ah, goed zo. Heel goed. Ik wil niet zeggen dat je niet voor je plezier gaat werken voor geld, maar het hoeft niet meer. Het hoeft niet meer. En Gabrielle, hoe gaat het ermee? Nou, ik zie al dat we hebben toch al veel personaliteit gehad, eigenschappen van geld. Ja. En de sparen en de spenden. Nou, ik ben echt de sparen. En ik zie daar de spenden. Ah, kijk. Dus het is een mooi herkenning. Dus het klopt bij elkaar. Ik ga gauw weer gooien voordat... ja, want we hebben heel veel kijkers nu live. Twee, kijk. 1, 2, dat is size. Kijk. Oh nee. Ja, dames en heren. Hè. Zoals je... iemand gaat hier bijna failliet. Zoals je denkt gaat die realiteit ook eruit zien. Dus als je op je gent blijft zitten. Wat gebeurt er dan? Downsize? Ja, dat... Jij mag 2 rondjes niet meedoen. Ja. En je betaalt de tolen voor... voor dit verhaal. Nou, weet je, het casual game is... je gedrag exact wordt gewoon gespiegeld. En nu zijn we dat aan het spelen. Aan het einde van deze celebration day. Dus hou nog alle kanalen in de gaten. Want zometeen gaan de dames hun inzichten delen. Ze gaan een Jantje Beton prijs uitdelen. Wat ga je nog meer doen aan het eind, dames? Borrelen. Oh, en er wordt ook geborreld, heb ik gehoord, om het te celebraten, toch? Het wordt gewoon echt gevierd. Het wordt echt gevierd. Dat we dit programma hebben meegedaan. Dat we ontzettend veel geleerd hebben over geld. Veel inzichten voor onszelf ook hebben opgedaan. Oh, heel over, mooi. Onze geldpersoonlijkheid. Ja, kijk, ik zal je niet meer het nog meer gaan vertellen, want het was echt fantastisch. We hebben het gisteren gehad over de geldpersoonlijkheden. We hebben gisteren gehad over de... Hoe zorg je nou dat je echt financieel vrij gaat worden? En vooral ervoor zorgen dat je goed je geld gaat managen. You know, dat is belangrijk. En Gabrielle zegt ja, door het visueel weer te geven worden je doelen steeds duidelijker waar je naartoe gaat. Ja, het samen bespreken en uitleggen maak jezelf ook enthousiaster. Absoluut. Absoluut. Volgens mij heb ik nog 1 video te gaan. Eigenlijk wel, ja, lieve kijk. Mensen hier bij deze... Komt-ie aan. Officiële aankondiging van de tussenstand voor de inzamelingsactie. Want wij zijn hier... De 3 ondernemers, de brein achter die inzamelingsactie voor Jantje Beton. Om alle kinderen van Nederland meer in beweging en meer buiten te krijgen. En iedere dag doen wij een tegenprestatie op social media. En die is voor ieder van ons heel verschillend. Ik ben Elisabeth van der Meer. En ik doe iedere morgen om 8:30 een live op zowel Facebook, LinkedIn,
als YouTube met een positieve gedachte voor de dag. Hoe je daarmee mentaal en emotioneel een positief gevoel te geven voor de dag. Naima. Ja, mijn naam is Naima Ouled Akadi en mijn tegenprestatie is dat ik elke dag 25 push-ups doe en die online zet. En inmiddels doen er ook alweer her en der wat mensen met me mee, die gaan uitdagen. Dus het wordt wat groter en het is alleen maar leuk. Dus kinderen in beweging, maar ook volwassen mensen. Mooi. Ja, nou. Mijn naam is Gabriela Albrink, ik ben van Emeland leren van bewegend leren, dus dat past heel mooi bij Jantje de Ton. En mijn uitdaging is dat er volgende week al een aantal ondernemers aanwezig zijn bij de livestream, waarin ze vertellen over hun eigen bedrijf, over hun passie, maar vooral ook wat de link daarbij is met bewegend leren en waarom zij Jantje de Ton natuurlijk ook zo belangrijk vinden. Ah, kijk, goed gedaan. Great, super. Ja. Nou, en als wij ondernemers willen wij niet alleen geld verdienen, maar we willen ook geld teruggeven. En kijk, daarom hebben we deze keer... En zometeen komt het getal. Let op, wat ze voor elkaar hebben gekregen. Als goed voorbeeld voor verlicht ondernemerschap en bewust ondernemerschap. Zoals het hoort bij deze nieuwe tijd. En, lieve mensen, ik kan jullie vertellen, in de afgelopen week hebben wij al €545 op... Hoeveel geld? Hoeveel geld is er opgehaald? €545, fantastisch, gefeliciteerd. Lieve Elisabeth, lieve Gabriella, lieve Naima, wat hebben jullie goed gedaan. En Elisabeth heeft hier de link eronder gezet. En Elisabeth, vergeet de link ook niet onder de LinkedIn te gaan zetten. Want jullie hebben nu al €575 bij elkaar verzameld. Fantastisch, fantastisch. Oh, dat heeft Gabrielle gedaan trouwens. Gabrielle, thanks voor het pushen van de link hieronder. Zorg ervoor dat je het ook op LinkedIn gaat zetten. En guys, en zo werkt dat. Ondernemen is samenwerken. Ondernemen is daadwerkelijk heel veel samen doen. En ondernemen is echt samen kun je veel meer bereiken. Vandaar dat een van de grootste strategieën in ondernemerschap is samen. In plaats van dat we op school leren dat je niet mag spieken, dat je niet mag samenwerken tijdens je examen. Bij ondernemen is juist heel veel samen doen. Anyways. Yes. En ik weet niet of ik ooit van de week mijn grote nieuws heb gehoord. Maar laat ik even het grote nieuws nog ietsje vertellen. Het nieuws van de week. Ja, vanaf aanstaande maandag gaan we beginnen aan een 21-daagse zichtbaarheid challenge, dames en heren. September heet geen september meer, september heet zichtember. Namelijk het vergroten van je zichtbaarheid online. En daar gaan we vanaf aanstaande maandag mega mee knallen. De website is nog niet ready, I'm sorry. Gisteren hebben we de live training gehad, dus waarschijnlijk morgen gaat die live. En dan zal ik ze natuurlijk hier voor je aanmelden. Maar zorg ervoor dat je al vanaf aanstaande maandag je... tijd gaat blokken, agenda gaat blokken om 10 uur, want ieder uur ga ik training geven over hoe je zichtbaarheid een boost kan geven. Op LinkedIn, op Instagram, op Facebook, via alle kanalen, via je e-mail marketing. Hoe zorg je nou dat je zichtbaarheid een boost gaat geven? En is zichtbaarheid echt zo eng? Is zichtbaarheid nou echt zo verschrikkelijk om te doen? Nou, we weten het niet. Ik ga het je leren. Aankomende 21 dagen, de hele maand september, staat in het teken van zichtbaarheid. Er zijn prijzen te winnen, er zijn dagelijkse opdrachten, er zijn dagelijkse werkboeken. Dus mijn advies aan jou, doe vooral mee met 21 dagen zichtbaar challenge. Het is gratis. Je kunt gewoon met hem meedoen. Blok alvast je agenda en morgen onthul ik welke website je kunt aanmelden. De website is nou net niet ready om het aan te kondigen, maar zorg ervoor dat je erbij bent. Alright? Nou, je zal wel zeggen, nou genoeg geluld zou ik zeggen. Geef me die 2 tips om back to business te gaan. Alright. Tip 1. Ik zei het gisteren ook tegen ondernemers, zei ik het ook tegen Gabrielle, Elisabeth en Naima, zei ik ook, jullie zijn soms te serieus bezig. Dus tip nummer 1 van vandaag is, have fun. Zorg dat je naar je zin hebt. Wat je ook aan het doen bent, oké? Wat je ook aan het doen bent, zorg ervoor dat je serieusheid ervan af gaat halen. Dat je lol gaat hebben. Of je nou hier op kantoor zit zometeen, of op het strand gaat zitten werken, of aan het strand, of whatever, wat je ook gaat doen. Zorg dat je naar je zin hebt. Have fun. Te veel van ons zit helemaal zo bekrompen, heel serieus te werken. Je hebt je innerlijk kind. Die wil spelen, die wil het naar de zin hebben. Dus zorg ervoor dat je have fun is zo ontzettend belangrijk. En tip nummer 2, dat gaan we volgende week ook doen. Dat hebben we ook met deze fantastische groep ondernemers staan. Zoek een buddy.
Doe nooit dingen in je eentje, jongens en meisjes. Doe nooit dingen in je eentje. Zorg dat je met minimaal één buddy gaat doen. Ook dit programma, Financial Implementation Program, hebben de deelnemers een buddy gehad die wekelijks elkaar belde en accountable hielden. Zeiden van, hey, hoe gaat het ermee? Ben je on track? Heb je de opdracht gedaan? Maar gewoon ook gewoon vragen, hoe gaat het ermee? Alright? Dus zoek een buddy in business, mag dat allemaal. Je hoeft niet continu van je wilskracht uit te gaan. Oké? Ga niet zoals alle andere ZZP's in een kooi zitten. En denk ook niet dat je vanuit wilskracht dingen kunt veranderen. Want de buddy wordt een accountability partner, zorgt ervoor dat je acties daadwerkelijk gaat uitvoeren. Want die eentje kan je heel makkelijk uitstellen. Oké? En als je meerdere buddies kan hebben, hoe meer accountability partners, hoe beter het voor jou is. Oké? En heb je geen idee waar je die kunt zoeken? Heb je geen idee wat je ermee moet gaan doen? Ga vanaf aanstaande maandag meedoen, oké? Ga vanaf aanstaande maandag meedoen met onze actie, met onze challenge, de nieuwe challenge van 21 dagen zichtbaar challenge, zodat je met je buddy aan de gang gaat. En zoals je hier zit, dit is ook een samenwerking tussen buddies. Ondernemers in actie van Jantje Beton, check it out. Je kan hier nog steeds doneren, de actie gaat nog steeds door. Dankjewel voor het neerzetten van de link, lieve Gabrielle, helemaal top. Great. En zoals ik zei, deze week is een hele lichte week. De trainingen, de live-uitzendingen zijn niet meer dan 15 minuten of 20 minuten. Ik heb gezegd, ik heb tijd om rustig aan te komen, binnen te komen. Ik kan niet vanuit zijn vrij meteen naar zijn zes. Dus we zijn rustig aan het doen. Dus vandaar kortere uitzendingen. Dus dit waren de twee adviezen. En ik ga kijken, wat hebben de kaarten voor Chantal voor ons in petto vandaag? The blessing of the day. Kijk, wat zegt de kaart? Resolutely train yourself to attain peace, Buddha. Resolutely train yourself to attain peace. Zorg ervoor dat je zelf gaat trainen in het creëren van innerlijk vrede. Alright? Train yourself resolutely to attain peace, dat je in vrede bent. Nou, dat is ook wat ik je gun. Ik gun je een vredige, mooie, zonnige dag. Dit was het voor vandaag. Mocht je deze prachtig mooie kaarten van Chantal willen hebben, check mixmediafan.nl. Ze heeft een prachtig zomerse aanbieding voor je. En zo niet, als je met haar 21 dagen challenge mee wil gaan doen, ga naar 21dayinspirationboost.nl en schrijf je in. Maar ik zou zeggen, haal deze kaarten, want de voorraad is ontzettend beperkt. Ze heeft volgens mij de laatste doos opengemaakt. Dan krijg je zulke mooie kaarten hierbij. Mijn advies zou zijn, ga naar mixmediafan.nl. Zorg ervoor dat je ze alvast gaat halen voordat de voorraad opraakt. Want die gaat heel hard. Anyways, dit was het. Lieve Gabrielle, mijn lieve papa, lieve Chantal. Wat fantastisch dat jullie erbij waren. Chantal zegt, ja, wat een mooie kaart. Ja, absoluut. Lang geleden ik die getrokken heb. Alright, en die komt hier onder een kaart wat zelf gehoord wil worden. Nou, weet je, you don't have to be great to start, just start to be great. Onthoud dit ook, guys. Oké, die was aan de knipogen. Anyways, het was me waar genoegen. Dit was dag 3 van Back to Business Week samen met jou. En morgen sluiten we het af. Morgen ga ik het hebben over de 7 meest gemaakte fouten van ondernemers die terug naar hun week gaan. Op welke manier gaan ze proberen om iets te doen? Do not try this at home. Gaan we het morgen over hebben. En morgen natuurlijk onthulling van de website van waar je kan inschrijven voor 21 dagen zichtbaar challenge. Guys, het was mijn waar genoegen. Guys and girls, dankjewel dat je hier was. Lieve Gabrielle, lieve Chantal, mijn lieve papa. Geweldig dat je erbij was. En iedereen die hier in herhaling was, dankjewel voor het kijken. En hou morgen alles in de gaten. Want morgenochtend om 10 uur ben ik er weer. En dan gaan we samen knallen. Thanks a lot, guys. Geniet van het weer. Ga lekker naar buiten. Doe een wandeling. Of ga naar het strand. I don't know. Doe iets leuks. See you later. Dankjewel voor het luisteren naar mijn live show. Geweldig. Wil je een keertje nou live bij mijn live show aanwezig zijn? Dat kan. Elke dag om 10 uur ben je van harte welkom via LinkedIn Live, Facebook Live of YouTube Live. Je vindt me als je mijn naam intipt in de zoekbalk op LinkedIn, Facebook of YouTube. Ben je nou erg leergierig? Wil je nu je business laten accelereren? Download dan nu helemaal gratis mijn e-book met de allerbeste 100 social selling tips op www.dailybusinessboost.nl. Zoals ik altijd zeg, wij zijn ondernemers. Wij zijn de kracht van de economie. Maak het verschil, iedere dag, iedere uur. En tot de volgende keer. Ja, tot de volgende keer, dames en heren. See you morgen om 10 uur. Be there. See you later. Mooie dag allemaal. Hoi, hoi.